Op 19 en 21 september vinden de algemene politieke beschouwingen plaats in Den Haag. Sybrand Buma, de bevlogen man met humor, of de man die zich nogal eens aanstelt en klagerig over kan komen? Sybrand Buma is een bijzondere debater. Hij komt serieus over, maar tegelijkertijd staat hij bekend om zijn hele eigen humor, die wel humor wordt genoemd. En hij kan in debatten zeer oprecht en bevlogen spreken over onderwerpen die hem echt aangaan. Zie daar hier een mooi voorbeeld van. Ik zou willen dat de Kamer dat steunde. Om de toekomst van die mensen, van hun gezinnen, omdat ik niet van plan ben bij die bedrijven te gaan staan op het moment dat de deur dicht gaat. Omdat ik er nu wil staan op het moment dat de deur nog open is. Heb de kritiek maar. Kom er maar mee. Doe de korte termijn maar. Het gaat mij om de lange termijn. Maar Sybrand Buma heeft ook een valkuil en dat is dat hij qua spreekstijl niet heel erg varieert. En dat kan ertoe leiden dat mensen, als je langer naar hem luistert in een debat, op een gegeven moment hem zeurderig vindt overkomen. En dat kan op een gegeven moment zich tegen hem keren en dat is echt een nadeel, zeker in zo'n lang debat als de algemene beschouwingen dat 2 dagen duurt. Kortom, de uitdaging voor Buma wordt om gebruik te maken van zijn humor, de humor en zijn bevlogenheid te laten zien en er tegelijkertijd voor te waken dat hij niet te lang op hetzelfde punt blijft hangen, waardoor die zeurderige toon de boventoon gaat voeren. Vond je dit nou een leuke en interessante video? Dan kun je hem allereerst hier beneden liken of anders en misschien zelfs beter, je kunt je hierboven abonneren op ons YouTube kanaal.